Gedaan is. Koen, wat vond jij van deze battle? Ik vind het fantastisch. Echt. Ik vind het fantastisch. Ten eerste vind ik het een super nummerkeuze. En ten tweede vind ik het zo ongelooflijk dat je twee mensen die zo verschillend zijn, toch met zoveel respect voor elkaar kunnen. Allee, dat was fantastisch. Zelfs op een bepaald moment, als de boom Wim zich draait naar Karim, dan voelde nog zoiets van. Was dat goed bezig? Ja. Precies zo gaat het. Ja. En omgekeerd, ja, dan ziet Karim toch ook naar die Wim kijken en denken: kom maar. Ik sta een keer iemand van alles te doen en te proberen en hoog te zingen, maar die gast. Die staat daar gelijk naar Allee, ja, dat is. Kijk, oké. Okay. Mijn enige opmerking voor u, Wim, dat is dat je bij momenten gewoon niet mee was met een band. Zo qua timing liep het een beetje voorop. En dat vond ik eigenlijk het enige wat ik kan opmerken. Dus ik zou kiezen voor Karim. Maar dat is dan toch nog met volle egaars voor wat Wim ook weer gepresteerd heeft. Natalia. Ja, allereerst vond ik dit echt een kei grave fucking song. Amai, dat was zo cool. En ik vind het ook nog eens de max dat je deze twee mensen samen hebt gezet. Dat is zo graaf. Die dynamiek tussen al inderdaad heel verschillend. Maar dat bleef intrigeren. Dat was heel tof om te zien. Karim, je hebt heel veel bijgeleerd, dat is heel duidelijk. Maar ja, uw passie overweldigde Wim. Dat behelsde alles. En dat vond ik heel mooi om te zien. Dus als ik moet kiezen, dan kies ik ook Karim. Bart, kan jij al vinden wat jouw collega's vonden van de battle? Ik ben overdonderd. En
je kijkt ook altijd op naar wat je zelf niet kan. En die fantastische hoogte van Karim... Ik zou ervan dromen dat engelengezang... Maar ik kan dat natuurlijk zelf niet. Dus ik kan alleen maar met enorme bewondering kijken. En wat ik helemaal niet zou kunnen, is niets doen op een podium. En daarmee juist supersterk zijn. En wat Koen zegt, de boom, inderdaad. Dat is zo straf. Ja. Super indrukwekkend. Okay. Waardoor ik nu wel met een probleem zit, Anne. Ja. Dat kan ik me voorstellen, Bart. Ja. Je gaat moeten kiezen tussen één van deze twee. Ja, kom aan. Wim, je was fantastisch. Maar Karim heeft zichzelf overtroffen. Dus ik moet dat durven zeggen. Het is Karim. Het is Karim. Karim, Patricia, die gaat met de live show. Ja! Dankjewel, grappig, hè. Ik ben alles gegeven. Maar ik heb het gemerkt. Het was... Wow. Er kwam wel echt iets binnen. Dankjewel, hè. Straffe gast. Straffe gast. En ook een applaus voor deze straffe gast. Het was heel emotioneel. Je bent nerveus.